Greetje Sterenberg. Ik ben sinds 15 april molenaar op het poldermolentje De Eendracht in Alkmaar. De Eendracht is het enige stenige poldermolentje met een houten scheprad boven het Noordzeekanaal, voor zover ik weet. En is sinds 2000 weer niet alleen draaivaardig, maar ook maalvaardig. Ze hebben hem in 2000 grondig gerestaureerd. En toen hebben ze het houten scheprad weer teruggebracht. Dus als de wind waait en er is voldoende kracht in de molen, dan houdt het scheprad de polder De Eendracht droog. De Eendracht is een kleine polder die voornamelijk de Bergenhof droog houdt. Wat moet je als molenaar allemaal kunnen? Wat voor opleiding heb je daarvoor nodig? De opleiding voor tot molenaar is een 2-jarige opleiding gegeven door het Gilde van Vrijwillige Molenaars. In die tijd moet je minimaal 150 draaiuren op je lesmolen doen. Plus daarnaast nog een minimaal 30 uur op een andere molen. Dat is echt minimaal, want in de praktijk doe je veel meer uren op molens. Moet je technisch zijn? Nee, het is niet noodzakelijk. Het is wel een gemak als je het bent. Ja, en dan die techniek, dat wordt je in de praktijk vanzelf wel bijgebracht. En ja, als je technisch bent, dan gaat het sneller. Ik heb het voordeel, ik heb een min of meer een technische opleiding gehad, vooropleiding. Dus daardoor pikte ik het misschien wat makkelijker op. Maar daarnaast moet je ook handvaardigheden doen waar ik weer niet zo snel in was. Dus ja, het is heel verschillend. Wanneer is uw interesse voor de molens begonnen? Nou, dat was eigenlijk al toen ik in Heemskerk woonde en de Dog verbrand is. Dat is rond 1973 geweest. Toen is daar een klein beetje het zaadje gelegd, maar toen heb ik er helemaal niets mee gedaan tot ik in deze wijk kwam wonen. Dat was een paar jaar later. En toen heb ik ooit gezegd van ik zou wel eens molenaar willen worden. Maar ik had het altijd druk met andere dingen, dus dat is er niet van gekomen. Tot 2,5 jaar geleden ik door omstandigheden wat tijd over had. En mijn echtgenoot zei van ik dacht dat jij nog eens molenaar zou worden. Nou, de volgende dag heb ik gebeld. En de week erop stond ik op mijn lesmolen. Ja, als het goed is moet hij het wel gaan doen. De wieken staan gemonteerd op de bovenas. Ja. Dit komt dus rechtstreeks van de wiek wat we nu zien. Dit is de bovenas. Ja. En de kop van de bovenas steekt buiten de molen. Ja. En daar door twee gaten zitten twee roedes. En dat zijn dus de wieken van de molen. Juist. Eén roede zijn twee enden. Dit bovenwiel zit vast op de bovenas. Ja. En geeft de kracht dus door naar de bovenbonkelaar die op de spil van de molen zit. Ja. En daardoor wordt de kracht naar beneden gebracht. En dit blok, ik weet niet of dat ook in beeld komt. Ja, zeker. Dat is het remblok. Ja. Op het moment dat de vangbalk, zo noemen wij eigenlijk het mechanisme wat de rem in werking zet, gaat zakken, dan wordt de cirkel die gevormd wordt door die vangblokken wordt kleiner en wordt de molen geremd. Okay. Kijk uit, want je staat iets te dicht bij de vangbalk. Ja. In een molen is een spil in het middelpunt omdat de kap er echt omheen moet kunnen draaien. Ja. En dan op ieder moment moet het bovenwiel kunnen grijpen in de tanden van het bovenbonkelaar. En als de spil niet in het midden zou staan, dan zou dat mislopen natuurlijk. Ja, uiteraard. Boven, die bovenbonkelaar zit ook vast op deze spil. Nou, hier aan de onderkant zit dit ronsel op de spil. En die duwt met deze kant van
de kammen van het waterwiel aan. En zo gaat het scheprad draaien. En daarom ook is dit nu keurig in de bijenwas gezet. Ja. Om het contactpunt zo hard mogelijk te maken. Dan kan je ook mooi zien dat die staven, ja, dat die al meerdere keren omgekeerd zijn. Ja. Kijk, hout is duur en ja, dit werd gemaakt voor de eeuwigheid, maar het slijt wel in. Dus op een gegeven moment was het dan zo ver ingesleten en dan, ja, dan moet wel dit hele gedoe uit elkaar gehaald worden. Maar dan kunnen ze die staven mooi omkeren en dan kunnen ze weer een paar jaar verder. Ja.